dat lang geleden, Dick? Hè? Is dat lang geleden? Wat? Dat we er waren. Een week? Oh ja? Ja! Hé, kom op nou, zeg, laten we dat, zeg, flauwe kullen, daar zijn we weer, hè? Nou, daar zijn we weer, hè? Is dat lang geleden? Een week, Dick. Ja, een week. Ja hoor! Hé, kom op nou, zeg, hè, laten we even als volwassenen programma's, ik word er zo moe van, hè? Meteen in het begin al weer ieder, nou, laat maar gaan, gewoon. Goede voornemens staan nog recht overeind. Over Joop. De goede voornemens van het jaar staan nog recht overeind. Ze krijgen mij niet stuk deze keer. Ik laat me er niet onder walsen. Goedemorgen! Hoi, Dick. Ik hoor walsen, gaan we dansen? Oh, is dat dan ook weer? Komen die twee ook weer binnen? Weggezelligheid. Wat is het toch altijd een familie, Hoezo weggezelligheid? Wat bedoelt hij daarmee? Nou, daar ga ik ook even verbaasd van. Weet je dat wij in de buurt voor de gezelligheid gevraagd worden? Ja, voor de gezelligheid worden wij gevraagd. Ja, om na afloop de rotzooi op te ruimen. Heel gezellig. Kom op, nou, Dick. Marco Lim uit Lossen die vraagt of jij weet wat er gebeurt als je een postduif met een specht kruist. Een postduif met een specht, nou? Kruisen. Nou? Een vogel die als hij de post brengt eerst op de deur klopt. Nee, ik ook niet. Nou, laat nou maar zitten, dan hoeven we het ook al niet meer. Nou, kom op jongens, we gaan gauw beginnen, want we hebben er weer zin in, hè. Oh, wat hebben we er zin in. Dick, van die, die tennismop, doen we die nog? Nee, die met die, nee, we doen die tennis. Goedemorgen allemaal. Dag Leo. Hey Leo, ben je er ook weer, jongen? Nou, het hele spul is weer compleet, dus we kunnen de bus wel weer starten. Wat gezellig, gaan we met een bus? Dat is beeldspreek graag. Dat is gewoon een gezegde. Volgens mij is dat fout hoor. Beeldspreek graag. Dat bestaat niet volgens mij. Nou, laat nou maar zitten. Hè? Beeldspreek graag. Beeldspreek graag. Nou, dat is het zo. Nou, laat maar. Wij zijn natuurlijk weer de knallers, hè? Goedemiddag. Nee, hè? Ja hoor, daar is hij weer. Ga weg. Ik ben net binnen. Nee, ik bedoel beeldspreek graag. Wie? Nou, dat ik verbaasd ben. Oh ja? Ja. Hoezo? Nou, omdat u net binnen bent. Oh, had u gedacht dat ik al langer binnen was dan? Laat nou even gaan. Nou? Het is zo oninteressant. Nou, heb je per week heb je een klein half uurtje. En dan hoort hoe dat volgewauweld wordt met onzin. Hoezo met onzin? De telefoon. Mensen, hoe laat gaat het nou beginnen, deze onzin? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten, want anders kan ik niet zo goed later komen. Wat komt u eigenlijk doen, meneer Van Galen? Wie? Meneer Van Galen. Wie is dat? Dat bent u. Oh ja? Ja. Oh, nou, het zit nou zo, mijn naam is Van Galen. Heet u Van Galen? Ja, mijn naam is Van Galen. U lijkt anders sprekend op die hadden wij laatst. Op die toerist was dat gewoon. Nee, ik bedoel die douanier. Nee, die had een bril op. Ja, dat weet ik ook. Met die sandalen. Ben ik dus heel bijzonder, want ik heb een stropdas om, zie u wel. Oh, ach, nou zie ik het ook, ja. U bent heel iemand anders weer. Zeker. Het zit zo, ik ben namelijk, mijn naam is Van Galen. Ja. En ik ben van, ik kom hier voor een experimenteel... programma. Ja. Even tussendoor, meneer de Groot. Ik zie net de vuilnisman, die is hier aan de deur. Oh, zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag. Niks nodig vandaag, dank u. Ach, de vuilnisman, we hebben dat. We gaan gewoon door. Oh, mooi. Ik was dus aan het vertellen. Ja. Ik ben dus met een experimenteel... het is natuurlijk experimenteel, hè. Ja. Teletext op de radio. Teletext op de radio. Daar komt u voor. Oh ja? Ja, dat zegt u net. Oh ja? Ja. Kom op nou altijd die ijzeren verbaar. Oh ja, oh. Nou, als u het zegt, zal het wel zo wezen, ja. Ik kom van teletext op de radio. Dat is een experimenteel gebeuren. Ja, en hoe gaat dat dan? Nou, dat werkt als volgt. Je moet dus thuis, de mensen dus... Ja. Die moeten dus een decoder hebben. Waar hebben we hem? Een decoder? Wat is dat? Wat zei u? Een decoder, wat is dat? Ik weet niet. Ja, wat zegt u dit?
Nee, maar zou ze vragen mij wat een decoder? Ik weet niet. Oh, dat is toch zo'n kastje wat bepaalde dingen in je toestel vertaalt. Oh ja? Ja. Oh. Ik word daar wel zo moe van die man, hè. Oh ja, oh, verbaasd over zijn eigen woorden. Wat is meneer voor elkaar? Ja, ik hoor het ook voor het eerst. Nou, wat is er met teletext op de radio? Nooit van gehoord. Hoe werkt dat dan? Nou, mensen hebben thuis een decoder. Nou, kastje. Nou, wat doen ze, hè? Net als tv. Drukken een knop in. Oh ja? Ja. En, nou, hè, kom op. Nou, doe nou, nou, knop. Ze willen wat weten. Wat willen ze weten dan? Dat weet ik toch niet. Nou, ik heb wel eens wat ik even wil weten. Bijvoorbeeld van... Het weer wil weten. Nou, oké, we willen het weer weten. Nou, wat gebeurt er dan? Als u dus het weer wil weten, dan gaat het... Dan druk ik hier in. Ik heb weer is 412. Oh ja? Ja, oh. Dan druk ik dus in. Ja. Dat is een gedecorteerde toestel. Ja, gedecorteerde radiotoestel, ja. Teletexten per radio. Dan druk ik dus in 412. 412, dat is het weerbericht. Nou, gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaat dus een lampje branden. Een lampje. Ik heb hier allemaal lampjes staan. Ja. En dan gaat het lampje branden bij 412. Nou, wacht even. Laten we het dan gelijk even doen. Dan weet ik dat iemand dus het weerbericht wil weten. Begrijp je wel? Nou, dan ga ik dus het weerbericht voorlezen. Zullen we nou niet eens doorgaan met het programma, hè? Ja, dan ken ik ondertussen, wacht ik tot er een lampje gaat branden. En dan weet ik dat iemand thuis dus op zijn teletextradio... Dat rode lampje daar. Rode lampje, ja, dat is het weer. Het weer. Zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Oh. En in de nacht en ochtend mist. Oh. Is dat nou weer? Teletext op de radio is dit niet zo. Ik ga dwars overal door de programma's heen. Nou, als wij er maar geen last van hebben, wij gaan in ieder geval gewoon beginnen met het programma. Ik heb er nooit van gehoord, ja. Waarom zit er eigenlijk een stuur op een fiets? Stuur op een fiets, nou? Omdat je anders die bel met je handen vast moet houden. Luister nu naar de Dik voor Mekaar Show. Oh, nee. Oh, ja. Dan gaat een groen lampje branden. Dat is de files eerste artiest. Op de volgende wegen. Dat is van Abba. Op de A2 staat een file van 13 kilometer. Wat is dat nou weer? Ja, waar staat die precies? Teletext op de radio. Waar staat lampje gaat branden. Thuis wil iemand de verkeersinfo weten. Dus groen lampje gaat hier branden. Ja, waar staat die file precies? Op de A2. Ja, maar die loopt van Amsterdam tot Maastricht. Daar staat hij. Ja. Dus als je van Amsterdam naar Maastricht gaat, kom je vanzelf tegen. Bovendien staat er ook nog een file op de A3, op de F16 en op de D66. Teletext Radio, goedemiddag. Dat kan toch niet, we kunnen toch niet die man al die tijd door die uitzending. Nou, laat maar gaan. Waar komt er? De grote eerste artiest, want de boodschappen daar staan weer klaar natuurlijk. Hè? We hebben ze weer tot aan de nok toe zitten. Daar komt ie. Teletext Radio, nieuws. In de Zeepstraat tegenover het postkantoor... is een bejaarde vrouw tegen een lantaarnpaal opgelopen. Getuigen worden verzocht zich te melden bij het wijkcentrum. Het is wat? Teletext Radio. Hoi, goedemiddag. Dat, wat erg, hè? Wat handig is dat? Steeds zo die teletext tussendoor. Oh, van die oude mevrouw die tegen die lantaarnpaal is gelopen. Als iedereen nou thuis is met zijn handen van de knoppen afblijven... en niet steeds gaat zitten drukken zodat er hier lampen gaan branden... kunnen wij ook het programma eens doen, hè? Ah, daar gaat er weer een. Het is druk. Teletext Radio, de Lotto. Een 7, een 2, 14, 16. Heb ik? Ja, ho, nou wacht nou eens even, stop dat ding. Dat is belachelijk, hè? Teletext, de Lotto, dat is al lang bekend. Dat was zondag al, dat je gaat nou niet de Lotto zitten doen, dat is morgen pas. Er wordt om gevraagd om de Lotto, dus die... molen zet ik in beweging. Ja, dan geef je de cijfers van vorige week zonder. Je gaat toch zelf geen balletjes zitten, sjorren hier? Kom op, we gaan door met het programma. Teletext Radio, goedemiddag. Hé? Ik sluit hem even af. Koos! Ja? De moppen! Rubriek! Rubriek? Ja. Oh. Rubriek?
Griek. Dat betekent elke week dat hij terugkomt. Ja, laat hem maar. Nou, dan gaan we onderuit met z'n allen. Dat wordt lachen geblazen, hoor. Hou de kopjes maar weer vast, want die gaan rammelen, hoor. Deze vies, alles aan de kant, daar komen ze, hoor. Nou, ik schrijf er weer een paar op, hoor. Ik ben nieuwsgierig. Dat wordt weer lachen met z'n allen, hoor. Weet je wat een koe is? Weet je wat een duif is? Gaat maar door. Ja, oma, Dick. Wat? Daar krijgen we last mee, hoor. Waar krijgen we last mee? Waar krijgen we last mee, dan? Wat is er nou? Wat zie je nou te maken? Wat is er nou? Van weet je wat een duif is? Nou, ik zeg gewoon als voorbeeld even van weet je wat een duif is? Ja, dan zeg je het weer. Wat? Het is reclame. Wat is reclame? Omdat die Brinkman, die wordt laaiend. Ik zeg alleen maar weet je wat een duif is? Ja, drie keer. Ja, we kunnen zo met de pit rondgaan, hoor. Als je de... Als we zo gaan beginnen, kunnen we niks meer zeggen natuurlijk, hè? Zeg, ik lees net in de krant dat die Napoleon Bonaparte... Ja, dat die oma. Is, wat is dit? Dat mag niet meer op de Nederlandse radio. Ik zeg alleen maar, ik heb net in de krant gelezen dat Napoleon Bonaparte... Ja. Wat is er nou? Bij de geschiedenisles wordt ook tegenwoordig alleen nog gesproken over Napoleon Parte. Wat is... natuurlijk, ja. 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 Je kan nou niks meer zeggen, hè? Nou, kom op met de moppen, flauwekul daar, hoor. Het Belgische circus heeft een nieuw nummer. Heb het Belgische circus een nieuw nummer? Ja, een brandende leeuw door een hoepel. Wat een knaller. Wat bedoelt u? Gewoon dat ik zeg, dat is een leuke mop. Ja, oma. Wat nou weer? Reclame. Ik zeg gewoon, dat is een leuke mop. Ja, dat is een leuke mop. Dat is een leuke mop, ja. Gaan we weer. Oh! Tom, natuurlijk, ja. Sorry, excuus, mijn fout. Ik zie dat daar zo'n blauw lampje op ligt. Oh, nee, ben ik wel. Radio Teletext, de Lotto. Even wachten, Dick. 11, 27. Oh, nou met die onzin. Je kan er niet iedere keer nieuwe Lotto-getallen gaan trekken. 36 en 3. Radio Teletext, goedemiddag. Lachelijk allemaal. Kom op, verder weer, door! Ik heb hier nog een plaat liggen van We Shall Overcome. Zal ik die eventjes opzetten voor de gezelligheid tussendoor? Ah, We Shall Overcome, dat is gezellig. Ja, oma, We Shall Overcome. Deze is van Kniphaas uit Heemskerk. Kniphaas! Amerikaan bezoekt ons land en vraagt aan een Hollander hoe de Nederlandse vlag aan de kleuren komt. Radio Teletext met het weer. Zwaar bewolkt en hier en daar een bui. In de nacht en ochtend mist. Radio Teletext, goedemiddag. Groenlandje ging branden. Die kleuren hebben betrekking op de belasting. Ja, ik zag hem opflikken. Als we aan denken aan die belasting, dan worden we rood. Krijgen we een aanslag, dan worden we wit van schrik. En tenslotte betalen we ons blauw. Oh, zegt die Amerikaan. Nog wat achter. Nog meer? Ja, zegt die Amerikaan. Dat is bijna hetzelfde bij ons, alleen wij zien er sterretjes bij. Ik ben blij dat die jingles ertussen nog zitten, dan schrik je weer wakker, hè? Nou, nog meer van die onzin. Deze is van Louis Ludema uit Doppen. Erg als je naam weer genoemd wordt, hè? Wat loop je voor schut, hè? Je kan de hele dag de straat niet meer op, hè? Oh. Komt een Belg bij de douane. Hoedjes, kopen, petten, zonnebril op, help allemaal niet meer. Daar loopt hij, waar, daar, dat is hem, van die mop. Wat erg, ja. Na jou worden het op open karren gaan ze door de straat heen. Zeg, weer voor elkaar. Ooit met tomaten, moet, ja. Moet ik dat allemaal opschrijven of kan ik me beperken tot een mop? Ik hou het ook niet bij je allemaal, hoor. Het gaat wel erg snel allemaal, natuurlijk, hè? Komt een Belg bij de douane, die Radio Teletext. Met het nieuws. In de Zeepstraat tegenover het postkantoor is weer een bejaarde vrouw tegen een lantaarnpaal opgelopen. Getuigen worden verzocht zich te melden bij het wijkcentrum. Radio Teletext, goedemiddag. Komt een Belg bij de douane. En die vraagt, waar is die fabriek van de WW? Ja, was verder nog. Toen zegt die douane, die hebben we helemaal niet. Zegt die Belg, jawel hoor, mijn broer werkt al 5 jaar. Heb ik hier, met alle berichten van Teletext er doorheen gaan zitten. Zijn dan met een programma bezig. Hey, Dick, wist je dat? Maar dat is de essentiële van Teletext. Hè? Je kan het oproepen van wanneer je wil. Nou, vraag meneer de Groot. Wat gaat het over, Toos? Mijn schoonmoeder is net een krant. Mijn schoonmoeder is net een krant, ja, klaar. Dat zegt Louis Hoeks uit Belgium. Oh, nou, weten we dat ook mijn weer. Schoonmoeder is net een is krant. Is net een krant, ja. Ja. Nou en? Ja, heeft ze dan zoveel nieuws te vertellen? Radio Teletext, Schiphol informatie. Maar ze komt iedere dag het toestel naar Dubai is zojuist vertrokken. Radio Teletext. Goedemiddag!
Ja, dat is makkelijk. Ik denk wel dat het experiment is wel geslaagd. Thuis druk je een knop in en je wil weten. En hup, daar kom ik al. Nou, ik gaat hier thuis ook proberen. Ik ga het proberen, hoor. Nou, ik ook, hoor. Voor een recept en maar zo. Ik heb alleen geen decoder. Geen wat? Geen decoder. Je moet een decoder hebben op je radio. Anders kun je die teletext niet ontvangen. Oh, op zo'n manier. Want ik dacht al... Laten we nou eens doorgaan met het programma. Teletext Radio weten we nu. Ja. Gaat die deur nog open, Dick? Welke deur? Nou. Goedemiddag. Hey. Op die teletext van u. Dat is een bekend gezicht. Hé, hey, kijk even goed naar mij. Wat nou? Je ziet nog teletext? Nee. Hey. Ik heb nu geruite hoge sportkousen aan. Zien u wel? Ach, ik denk ook al, ik ken hem helemaal niet. Onherkenbaar. Onherkenbaar. Kan dat iemand veranderen? Nou, wat... Zo simpel, die dingen. Wat heb u nou weer? Nou, dat is heel leuk, Dick. Die meneer vertelt, daarom heb ik hem naar de studio laten komen. Ik vraag iets aan hem en hij geeft antwoord. Dat het getal 5 zo'n grote plaats in zijn leven heb ingenomen. Oh ja. Daarom bent u hier bij de studio. Hoe zit het dan precies? Alles in uw leven hebt met het cijfer 5 te maken. Met het cijfer 5? U bent jarig op de 5e van de 5e. Nee, ik ben 2 april ben ik daar. Nee, je bent 5 mei al. Oh ja? De 50 van de 50. Dan vier ik het al jaren verkeerd. Dat is goed dat u het zegt. En anders had ik het dit jaar weer op 2 april gevierd natuurlijk. Ben je geboren in 1955? Nee. Dat is toevallig zeg. Nee, ik ben in 53 ben ik geboren. Ja, 55. Oh ja? 2 jaar na de watersnoodroom. Dus ik ben ouder. Wist ik niet. Dat is prachtig gewoon. En uw Giro-nummer. Weet je, ik word hier een beetje gek van. Uw Giro-nummer is 555555. Nee, ik heb 828-1912. Ja, dat kan. Dat is de banknummer. Maar het Giro-nummer is 555555. Maar ik heb helemaal geen Giro. Jawel. Oh ja? Ja. Oh. Ja, u hebt Giro. Ah, dan zal ik er eens wat afhalen dan. Ik wist het niet, hè. Maar ik kan wel gelijk hebben, want het heeft allemaal wat met 5 te maken in mijn leven. Is dat zo? Laatst was ik op Duindicht. Oh ja? En dus ik dacht, nou dan ga ik de volgende dag. En toen waren ze open. En ik kom daar in de 5e race. Dan moet ik even de Duindicht? Duindicht, dus van de paarden. Ja, en ik kom in de 5e race. Ja. En het paard 5, dat heette 5 miles. 5 miles. Paard 5, heet er 5 miles. En dus ik denk, weet je wat, ik zet 500 gulden in op die paard. Wat duurt dat allemaal, hè? Ja, op welk paard? Op dat paard 5 miles dus. Zet ik in 500 gulden in. En toen gewonnen? Nee. Hoezo? Hij kwam als 5e binnen. De winst, ik ga geen 5e winst zitten, want ik word er een klein beetje onpasselijk van allemaal wat er deze week gebeurt. Vind je erg? Ik heb er nog één, Dick. Oh! Twee. Voor elkaar is al weg, hoor. Oh! Die is met Ome Joop uit de wind zitten. Zal ik hem dan aan jullie vertellen? Nou, ik schrijf ze gelijk weer op, natuurlijk. Ja. Twee koeien zitten in een boom te klaven jassen. Oh ja! Toen komt er een ei voorbij vliegen. Ja. Toen zegt een van die koeien tegen het ei: Hey, doe je ook mee? Toen zegt het ei: Nee, ik moet naar de kapper. Wat vliegt dat voorbij, hè? Dat is opgevlogen. Nou. Maar volgende week zijn we er weer. Oh, zelfde tijd, zelfde golflengte. Gelukkig maar.